serie Buitenshuis praten we met de lijsttrekkers van de partijen die in Helmond meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En vandaag ben ik op bezoek bij Yousra Dweep. En die is geen lijsttrekker van DENK, maar die is de nummer 2. Ja. Waarom zit hier de vrolijke nummer 2 van de lijst en niet de lijsttrekker? Ik ben vrolijker? Nee, grapje. het was gewoon een bewuste keuze gemaakt omdat er meerdere activiteiten waren voor Dit is Helmond. En toen hebben we als team hebben gewoon besloten wie waar het beste bij past en wie het leukste vond om een bepaalde taak op zich te nemen. Ja, en jij kocht dus het beste over op tv natuurlijk. Ja. Yousra, we zitten hier in jouw kantoor aan de Europaweg. Klopt. En dat hoort u misschien op de achtergrond aan het geluid. Wat doe je vanuit deze plek? Ik doe meerdere dingen eigenlijk. Ik ben zelf al 13 jaar rijinstructrice. En ik geef hier dus ook de theorielessen aan een specifieke doelgroep. Daarbij beheer ik dus hier mijn kantoor voor de Stichting Muslim Bitbox. Dus dat is in verband met de stilteruimtes. En doe dus ook personal coaching. Dus ik help mensen die echt hulp nodig hebben in maatschappelijke situaties. Dat kan dienstverlening, gewoon financiële dienstverlening zijn, kan ook hulpverlening zijn, kan ook een stukje coaching zijn. Dus het is heel divers. Ja. Dus eigenlijk mensen gewoon met hulp vragen die dan bij mij dan terechtkomen. En daarbij doe ik dan ook huidanalyses en dergelijke, maar dat is echt meer een hobby. Okay. En ik geniet ervan om dat allemaal te doen. Yeah. Voorheen deed ik alles thuis. En sinds juni van afgelopen jaar heb ik de kantoor. Ik had zoiets van, dan wordt mijn huis weer huis. Ja. En dan doen we voortaan alles op kantoor. Ja. Want je bent, we vragen alle lijsttrekkers of de mensen die in dit programma zitten om een lijstje te maken met 5 woorden die jou kenmerken. En een van de woorden die jij daarop aangaf was multi-entrepreneur. Dus multi-ondernemer eigenlijk. Ja. Nou ja, dat blijkt eigenlijk wel. Hè? Ja. Je doet van alles. Ja. Ja. Even terug naar wie Yousra is, want je hebt al een aantal dingen gezegd. Dat komt straks allemaal ongetwijfeld nog terug. Maar wie is Yousra eigenlijk en waar is ze geboren? Vertel eens over het begin. Ik ben dus geboren op 25 februari 78 in Helmond. Wij zijn dus met z'n 9 broers en zussen bij ons thuis. En we hebben altijd een beetje in de binnenstand gewoond, de Dasstraat. Vroeger daar voornamelijk opgegroeid. En we hebben op de basisschool Sint-Jozef gezeten, op Pastoor van Leeuwenstraat. Ja, dat is nou het Baken geworden. Ja, hè? En eigenlijk zei ik eigenlijk nooit echt heel erg veel. Dat was wel een beetje stil meisje. Ja, redelijk wel, ja. Dat ben je aan het inhalen. Ja, grof. Heel grof aan het inhalen. Ja, en ik was wel altijd heel erg leergierig. Ik stelde ook altijd, mensen zeiden altijd, je stelt te veel vragen. Maar ik heb geleerd dat het gewoon goed is. Ja, ja. Dus je moet vooral vragen blijven stellen als je die hebt. Want de domste vraag is degene die nooit gesteld is. Hè? Maar heel erg gemotiveerd. Ik heb op de Jan van Brabant gezeten in mijn jonge jaren. En toen ben ik op een gegeven moment, in het derde jaar, ben ik van school afgegaan. Om persoonlijke redenen. En ik zit nu dus op de FAVO om dus alsnog mijn VWO-diploma te halen. Hopelijk rond ik het dit jaar af. Yeah. En wat is er nog meer te vertellen? Ja, ik heb 2 kinderen dus. Een dochter van 10 en een zoon van 14. En je woont nog steeds in de binnenstad? Ik woon nu in Helmond-Noord. Yeah. Want ik heb een tijdje dus ook met de vader van de kinderen in Eindhoven gewoond. En dat doen we niet meer. Nee. Je wil gewoon terug naar Helmond? Ja, ik had ook echt heimwee op een gegeven moment. Ja, dat was heel raar. Ik ben ooit... Dat is helemaal niet raar. Ja, ik was ooit Helmond uitgegaan. Zo van, ik wil daar gewoon niet meer wonen. Het trok mij gewoon niet meer. En ik denk met de jaren en de wijsheid. Dus op een gegeven moment dat je toch je eigen buurt, je eigen wijk, je eigen... Ja, ik weet niet. Ja, je zou bijna willen zeggen de Helmondse cultuur. Maar zo voel ik het wel. Dat, ik aarde weer toen ik terugkwam in Helmond. Ja, dus dat mooi te horen. Ja, ik wil ook echt nooit meer weg. Okay. Nee. Je bent Helmondse, je bent echt Helmondse. En toch, als mensen jou zien lopen, dan zullen ze zeggen, ja, dat is een buitenlander. Ja, maar dat is leuk. Vind je dat leuk? Ja, dat is leuk. En dan vragen ze iets en dan zeg ik, wat zeg jij nou? En dan kijken ze mij zo aan van, waar komt daar nou opeens uit? Ja, ik kan ook echt gewoon plat Helmonds praten en zo. Maar je ouders komen niet uit Helmond? Nee, mijn ouders komen uit Marokko. En en die zijn dus in de arbeidsjaar. Mijn vader is dus echt arbeidsimmigrant geweest. En die is hier dus destijds komen werken. Mm-hmm. En we zijn een x-aantal jaren daarna zijn wij pas hierheen gekomen. Ik ben zelf wel hier geboren. Maar mijn oudste broers en zussen, een aantal van hen zijn in Marokko geboren. Ja.
Je doet nu de VAVO, zei je. Ja, je wil je VWO-diploma halen. Ja. Dat heb je eigenlijk bijna gehaald, hè? Nog één vak. Ja, wiskunde. En dan? Want je doet dat niet zomaar. Nee, zeker niet. Juist omdat ik dus heel veel mensen help in problemen. Ik heb zelf ook het nodige meegemaakt, moet ik zeggen, in mijn leven. Waardoor ik dus ook ervaringsdeskundige ben geworden in het maatschappelijke domein. En ik help mensen graag. Juist omdat ik nu wel de kennis heb die ik vroeger zelf niet had, die aan mij ontbrak, help ik graag anderen. En dat heeft zich dusdanig ontwikkeld dat ik zoiets heb van, ik wil gewoon echt mijn beroep van maken. In die zin van wil ik heel graag socioloog worden. Dat past ook heel erg bij mij, ook qua dingen die ik doe. En ook door advies van de ROC en ook in gesprek te gaan met school en dergelijke, hebben ze me echt heel goed advies gegeven. En dat is van, ja, dat past gewoon perfect bij jou. En toen ben ik ook verder in gaan verdiepen. En toen had ik echt zoiets van, ja, dat is het dus gewoon. Ik wist het niet. Ik had zoiets van, ik wil mijn VWO-diploma, ik wil doorgaan studeren. Maar wat wil ik precies doen? Was voor mij eigenlijk in het begin nog niet echt helemaal duidelijk. Maar juist om er zich verder in te verdiepen van nou, wat interesseert mij, wat doe ik graag. Voornamelijk mensen helpen, maatschappij verbeteren. Mensen gewoon die ook een beetje misschien ontspoord zijn of verkeerde keuzes hebben gemaakt, toch weer terug op het spoor zetten. Om weer positieve tijd eruit te halen, mindset te veranderen en dergelijke van mensen. Ja, en ja. En sociologie past daar gewoon heel erg bij, want je bent voornamelijk bezig om te onderzoeken waar is fout gegaan of waar is juist goed gegaan. Of hoe kan mensen zo reageren of waarom mensen reageren zo. En dat is zo divers en zo breed en het interesseert me echt enorm. Dus ik hoop volgend jaar wel naar de Radboud in Nijmegen te mogen gaan. Hey, maar je zegt, ik heb kinderen van 10 en 14. Ja. Je hebt ongeveer 28 andere activiteiten, zo'n beetje, met je rijschool, met allerlei dingen daarnaast. Ja. En dan wil je straks gaan studeren. Ja. En je wil in de gemeenteraad. Ja. Oké. Okay. Slapen? Dat klopt. Doe je ook nog dan? Ja, tuurlijk slaap ik. Maar weet je wat het is? Hoe ik het zie, is ik besteed mijn tijd dusdanig dat ik alleen maar bezig ben met of mezelf te verbeteren en te ontwikkelen. Of de tijd van mijn kinderen positief te benutten. Of kennis te verbreden en te vergroten. Dus ik, bijvoorbeeld, ik ga niet naar tv kijken of zo. Dat doe ik dus niet. Nee. Ik ga niet bijvoorbeeld zomaar ergens hangen of zitten om niks te doen. Dus ja, ik weet niet. Mijn doelen en mijn manier van doen is gewoon constant van, wat wil ik vandaag doen om mezelf te verbeteren, om de maatschappij te verbeteren, of mijn kinderen te verbeteren, of kennis te verbeteren. Ja. Dus ik heb een hele andere dagpatroon als de gemiddeld mens. Ja. En daar haal je ook energie uit, ja, waardoor je accu eigenlijk continu opgeladen is. Zeker, ja, ja zeker. Natuurlijk word je af en toe moe. Maar als jij weet wat jouw doel is en je bent daarvoor jezelf aan het inzetten, dan is het ook niet erg om moe te worden. Dan weet je waarvoor je het hebt gedaan. Maar als je doelloos dingen doet en daarna dan ben je moe, dat is iets heel anders dan ik heb gewoon 100% gegeven, want ik heb daarvoor geleerd of ik heb daarvoor gestudeerd of ik heb dat ingezet of ik heb die tijd besteed daaraan. Dan weet je, ik ben met een doel bezig en ik ben echt van de dromen en de doelen. Dat geef ik ook echt ook mee in mijn coaching als iemand bij mij komt van wat zijn je dromen en doelen. En daar gaan we aan werken. Dus niet je tijd zomaar nutteloos besteden. Nee. Dus vandaar. Ja. Dus, eventjes naar jouw rijschool, want daar ben je dus al heel lang mee bezig. Klopt. Was dat je eerste echte onderneming die je startte? Ja, maar het was eigenlijk meer spontaan. Het was niet gepland. Het was echt niet gepland, want mijn broer die had dus in eerste instantie een rijschool. En ik hielp hem dus met de theorielessen. Dus daar was af en toe vraag naar met wat dames, want ik geef dus alleen maar les aan dames dus ook, hè, in de rijschool, in theorielessen. En ik vond het op een gegeven moment leuk. Ik werkte bij de Belastingdienst destijds in Eindhoven. En toen zei hij van, ja, je zou er ook je beroep van kunnen maken als je het echt leuk vindt. Ik zei van, ja, ik zie het nou meer als een hobby. En ik was ook echt niet beroepsmatig daarmee bezig. Gewoon, ik hielp gewoon mensen met de theorie. En dan daarna met de tolken destijds kon je nog meegaan. Ja. Dat was nog niet met een... Na de examens in Eindhoven, inderdaad. En op een gegeven moment ben ik dus in die periode ben ik dus verliefd, verloofd en getrouwd met de vader van mijn kinderen. En toen zag ik gewoon dat het een beetje ging wringen tussen mij en mijn werkgever. En mijn prioriteiten waren mijn kinderen. Ja, en dan is de beste keuze toch gewoon om ondernemerschap daarvoor te gaan kiezen.
Het was moeilijk. De stap, ja, was moeilijk? Ja, op dat moment was het wel moeilijk, de stap. Want je bent toch gewend om gewoon een salaris te krijgen. Ja. Verder geen zorgen eromheen. Ja, gewoon het plaatje van, je hebt gewoon een vaste baan. De makkelijkste weg eigenlijk. Ja, ik weet niet of het de gemakkelijkste weg is, maar dat is een keuze. Dat is een keuze die je maakt van, nou, oké, ik wil gewoon in loondienst blijven. En het is gewoon geregeld en ik hoef me verder... Voor dit of dat hoef ik geen zorgen om te maken. Maar als je dan op een gegeven moment de verantwoordelijkheid krijgt van kinderen. Ja, op dat moment had ik nog alleen maar mijn zoon natuurlijk. En je merkt dat je voor prioriteiten wordt gesteld. En dat je werk prioriteit moet zijn. Ja, in een moeders hart werkt dat niet. Nee. En ik had de capaciteit om gewoon ondernemer te worden. Ik had management en onderneming al eerder al gedaan. En evenementenorganisaties, dus ik had zoiets van, ja, waarom niet? Dus ik ben echt letterlijk... in het diepe gesprongen. Heb je er ooit spijt van gehad? Nooit. Nee? Met geen haar op mijn hoofd. Ik had eerder moeten doen. Ja. Maar alles is zoals het is bestemd. En ik ben echt super blij dat ik die keuze destijds heb kunnen maken. En ik ben ook heel erg dankbaar voor het Belastingdienst. Ik heb daar ook heel veel mogen leren en mogen zien. En dat heeft me gewoon heel veel gegeven. Ja, ook, ja. Gewoon de kracht ook gegeven van, er zijn ook meerdere wegen. Je hoeft niet altijd via die weg te gaan. Nee, het hoeft niet altijd het gebaande pad te zijn. Precies, nee. Precies. Ondernemerschap staat op jouw lijstje, multi-entrepreneur staat erop, moeder staat erop. Ja, zeker. Dat vind je dus heel belangrijk. Ja, heel erg belangrijk. Ja, ja, ik heb twee prachtige kinderen, gelukkig een koningskoppel. Een koningskoppel, ja. Ja, een jongen en een meisje, wat wens je nog meer? Hè? Ja. Meerdere soorten zijn er nu, zeg ik altijd. En in een periode in mijn leven, in mijn jonge jaren 20... heb ik het niet meer voor ogen gehad om nog kinderen te krijgen of überhaupt nog te trouwen. En ja, het overkwam me eigenlijk wel. Het huwelijk met alles erop en eraan en de kinderen. En ja, het is een, ik ben heel erg gezegend. Ik had het zelf niet gepland. Nee. Nee, dus het is mooi. En ja. Ik zie het nou ook. En ik zie ook in mijn kinderen reflectie van mezelf. En, ja, mooier is er niet, zeggen ze dan. Nee. Nee. Maar ik blijf ook zeggen, het blijft altijd mijn prioriteit nummer 1. Ja. Ondanks dat ik meerdere dingen doe. En ook voor mensen ook klaarsta, absoluut. Maar als er iets met mijn kinderen is, dan gaat echt alles aan de kant. En dan weten mensen. Dan gaat de rijles niet door. En dan weten mensen ook van mij, maar ze krijgen ook het dubbele van mij terug. Ja. Dus, ja. Onafhankelijk is een woord dat je gebruikt. Ja. Waarom? Ik vind dat heel erg belangrijk. Want hoe ik het heb gezien en hoe ik het heb ervaren in mijn jongere jaren, zag ik dat voornamelijk de moeders afhankelijk waren. En dat was bij de opvoeding van de kinderen, dat was. Om te gaan en staan waar je zou willen. De moeders, heb je het vooral over de moeders uit jouw eigen... Ja, tuurlijk, uit mijn eigen omgeving. Ja. Maar de omgeving was divers, hoor. Dat maakte niet uit of je nou Marokkaans was, of Nederlands was, of Turks was, of wat dan ook. Je zag gewoon dat, over het algemeen, de vrouwen voornamelijk afhankelijk waren van hun partners. Ja. En dat vond ik best wel een storend element. Want ik had altijd al wel, al vanaf heel jongs af aan, zoiets. Ik wil van niemand afhankelijk zijn. En dat merkte ik ook wel, want mijn mening, die werd steeds groter en steeds heftiger. Werd het gewaardeerd of niet? Nee, het werd niet echt gewaardeerd. Maar ja, nu dus weer wel. Maar in die tijd was ik denk ik iets te vroeg op mijn tijd, denk ik. Dat ik iets te gebekt werd, zal ik maar zeggen. En dat ik zeg van, nou, daar ben ik het niet mee eens. Dat is van, ja, hoezo ben je dat niet mee eens? Dan denk ik van, volgens mij zei ik iets verkeerd. Maar ik mag het mezelf uitspreken. Dus, en ik had ook een hele fijne leraar op de Jan van Brabant. En die motiveerde juist, want ik sprak heel weinig. En af en toe dan ging je met mij praten en dan zei ik wat dingetjes. En dan zei hij van, nou, maar wat jij zegt, je slaat echt spijkers op de kop. Ja, doet het toe. Je mag het wel wat meer gaan zeggen. Dus die motiveerde mij een beetje om meer gebekt te zijn. Maar dan werd me niet in dank afgenomen. Het is zijn schuld. Ja, het is zijn schuld. Ja, ja. Nee, leraar Nederlands. Op de Jan. Wie was het? Ja, nee, ik ga nu geen naam meer noemen. Dan krijg ik dat op mijn kop. Nee, maar dat was echt een super lieve leraar. Maar het leert je wel ook om te relativeren. Want je ziet dan van, oké, dit kan wel en dit kan niet. En dan komen we terug op sociologie en dan komen we terug op culturen. Van, ja, er is gewoon een cultuurverschil. En ik ben zelf geboren en getogen in Nederland. Maar eigenlijk ook wel in Marokko geboren en getogen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Want binnenshuis was het echt gewoon Marokko. En buitenshuis moest je dan gedragen en de gedragsregels en de normen en waarden van de Nederlandse maatschappij. Heeft dat jou gevormd, die combinatie? Of eigenlijk die spagaat waar je dan soms ook in zit, denk ik. Ja, het heeft mij wel gevormd. Zeker wel. Ja. Maar
in het begin, in mijn jongere jaren, nou natuurlijk zorgt dat voor conflict. En vooral als je van binnen heel erg die drang voelt om je mening te geven en om het anders te willen doen dan de mensen om je heen. Dan is het lastig, want zoals ik al zeg, eigenlijk liep ik een beetje voor op mijn tijd. En begon ik een van de eerste degene te zeggen van nou, nee, dit moet anders of dit wil ik anders. Of zo, ik denk anders. Of ja, denk hè, kijk, dan kom je bij denk terecht. Ja, natuurlijk hè. Denk je anders. Maar het was lastig. Dus ik heb ook een poosje ook van de familie afgewoond en dergelijke. En, maar ik ben wel heel erg blij dat ik toch die dingen heb meegemaakt. Want dat maakt mij nu dus heel sterk. Ben je ook af gaan zetten tegen het geloof waarmee jouw familie dan naar Nederland is gekomen of niet? Nee, dat eigenlijk niet. Maar ik was wel zoekende natuurlijk. Maar dat was gewoon meer een soort van identiteitscrisis. Zo van, waar hoor ik nou bij en hoe zit het nou? En ik moet wel zeggen dat hoe wij zijn opgegroeid, was het heel veel cultuur met islam. En nu leef ik met de islam. En mijn culturen, dingetjes, die accepteer ik soms wel en soms niet. Maar ik ben een moslim. En ja, er zijn wat culturele dingen. Maar ik denk dat als je echt mijn cultuur op een hoop zou zetten, zou ik denk ik meer een Helmondse cultuur hebben als cultuur dan ook. Ja. Maar wel mijn bodem en mijn basis is de islam. Ja, godsdienst is de islam. Ja, en jouw zeker. Cultuur, dat is eigenlijk een ander verhaal. Dat is echt een ander verhaal. Ja, ik kan niet meer echt zeggen dat ik echt Marokkaanse culturen hanteer en doe. Echt, ik denk niet. Meer niet als wel. Is dat ook lastig in jouw omgeving? Of niet? Nee, daar zijn ze nou wel gewend van mij. Ja. Sociaal beleid is iets wat je op hebt geschreven. Waar komt die passie, die binding met die doelgroep, hè, van de kwetsbaren, de mensen die, nou ja, ik wil niet zeggen de onderkant van de samenleving, maar mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. Waar komt dat vandaan? Ik heb het zelf ervaren. Heel simpel. Ik heb zelf echt ook in armoede geleefd. Ik heb zelf bij de voedselbank gezeten, bij de kledingbank gezeten. Bij Stichting Leergeld, die betaalde de sport voor mijn kinderen. En dan bij jarig Job kreeg je dan een doos pakketje voor de verjaardagen. Volgens mij sta ik dan nog steeds geregistreerd, als ik het goed heb. Maar nu is het niet echt van dat ik er echt van afhang. Maar ik heb hele moeilijke tijden meegemaakt. En dat kwam voornamelijk omdat ik dus op een gegeven moment dus ondernemer was. Ik verdiende voldoende. En op een gegeven moment ben ik met mijn partner uit elkaar gegaan, de vader van de kinderen. En toen kwam ik echt... Kom je in een dal? Toen kwam ik echt even in een dal. Toen heb ik echt even tijd ook nodig gehad om mezelf weer bij elkaar te pakken, om mijn leven dus verder voor te zetten. En toen ben ik via een heel moeilijk traject weer op mijn benen komen te staan. En dan ga je echt door een dal en door de armoede. En dan op een gegeven moment dan wil je hulp, maar dan weet je gewoon niet waar je het moet zoeken. En dan denk je van oké, of het nou financieel is of emotioneel is of wat dan ook. Je hebt hulp nodig, omdat je er anders niet fatsoenlijk en heel ruits uitkomt. En het was echt lastig. Ja. Maar je komt er toch uit. En dan... Hoe ben je eruit gekomen? Ben je eruit gekomen omdat de structuur in Nederland zo is dat je daar gewoon uitkomt, dat wij dat geregeld hebben? Nee. Of niet? Nee, absoluut niet. Nee. Het was echt vallen en opstaan. Ik ben ook geholpen. Ik heb zelf ook therapie gehad voor bepaalde dingetjes in het verleden. Die gewoon echt echt behandeld moesten worden om verder te kunnen gaan. Het feit dat ik dus echt hoopte om met je partner een leven op te bouwen met je kinderen. En dan ben je opeens een gebroken gezin. Je zit met twee hele kleine kinderen. Mijn kinderen waren echt nog jong. Echt 2 en 5 jaar toen ik bij hun vader wegging. Dat wens je niet. Dat bedenk je niet. Nee. Maar de wil in mij om voor eerlijkheid en voor gelijkheid. En dat de mens, ieder mens op aarde gelijke kansen en gelijke rechten heeft. En gelijke mogelijkheden zou mogen benutten. Was bij mij zo sterk dat ik gewoon niet kon accepteren dat het anders zou zijn. Dus diezelfde drang die ik had destijds in mijn ouderlijk huis om te zeggen van nou luister. Zo kan het niet. Het moet anders. Het kan anders. Waarom is het niet anders? We moeten het anders maken. Ja. Daar kreeg ik dus hetzelfde gevoel en dezelfde emoties kreeg ik dus met mijn partner. En ik had zoiets van, nou dit wil ik gewoon niet. Ik wil niet geleefd worden. Ik wil zelf een leven hebben. En ik heb iets te bieden en ik wil iets bieden. En ik kan iets bieden. Waarom zou ik dat niet kunnen? Ja. Is dat ook de tijd dat je politieke ambities kreeg of niet? Nee. Dat is later gekomen. Ja. Wanneer en waarom? Ongeveer 2 jaar geleden, toen was er dus een vrouw bij mij die had hulp nodig. Die heb ik dus ook zo goed als zover
geholpen als dat kon. En op een gegeven moment, toen stuitte ik op problemen dus met de maatschappelijke instanties en met de gemeente. Wat bij mij dus echt, waar ik dus helemaal niet begreep. Ik had zoiets van, huh? En ik had al vaker al vrouwen geholpen en dames geholpen en gezinnen geholpen. En toen lukte het mij niet. Ik had zoiets van, huh, ben ik nou gek? En door mijn netwerk, toen heb ik het ook via social media ook kenbaar gemaakt in mijn netwerk van wie kan me hiermee helpen. Echt een hele rare, benarde situatie. En toen ben ik dus geholpen door kennissen en leden van Denk. Ja. En die hebben mij dus zo goed geholpen dat die mevrouw wel verder geholpen kon worden. En dat maakte voor mij echt zo'n wereld van, oh, dus het kan wel. Dus ik denk, waarom ik niet? Als persoon gewoon. En waarom wel iemand die in de politiek zit. Ja. Dus ik had zoiets van, nou, waarschijnlijk heeft politiek toch meer te zeggen. Het opent toch deuren. Dacht je. Het opent toch deuren. En dat zou absoluut voor mij een reden dan zijn om te kijken wat daar dan verder mogelijk is. En toen ben ik dus met meerdere personen binnen Denk, die ik ook heel goed ken, die binnen mijn netwerk ook zitten, ben ik ook verder gaan spreken en uitspreken van, nou oké, wat zou het dan voor mij kunnen zijn? Of wat is de toegevoegde waarde voor mij dan? Want ik heb al heel veel in de achtergrond, ben altijd actief geweest en geholpen en gesteund en gemotiveerd en noem maar op, maar nooit op de voorgrond. En door dus in gesprek te gaan met iedereen hadden ze echt zoiets van, nou, maar Joes, dit staat echt op je lijf geschreven. Als je het doet, wij staan achter jou en als jij iets zegt, dan is het ook op waarheid gebaseerd. En als jij iets wil, dan ga je er ook voor. En als jij iets zegt dat je iets gaat doen, dan doe jij het ook. Je zal een rolmodel zijn. Je bent sowieso een rolmodel, maar je zou ook een rolmodel in een veel bredere context kunnen worden. Voor wie ben jij een rolmodel? Is dat voor de allochtone meisjes of de meisjes van de tweede of derde generatie? Of ben je ook gewoon een rolmodel voor de Helmondse meisjes of jongens zelfs? Ja. Ja? Ja, de laatste. Ja. Jawel. Want waar een wil is een weg. En ondanks dat iemand heel laag kan zinken of heel hard kan vallen, dan nog kan je opstaan. Als je maar je wil en je kracht niet verliest en durft te vragen. Dat is gewoon een van de grootste dingen. En de struikelblokken die ik ook in mijn leven heb meegemaakt. Want vroeger mochten we niks vragen. Je mocht vooral geen mening hebben. Je mocht vooral niet zeggen wat je... Maar dat moet je juist wel doen. Yeah, yeah. Dat is de omgekeerde wereld. Van als je ergens een wil hebt of je wil iets doen en je weet niet hoe, vraag dan. Vraag naar... Je hebt een droom, je wil iets verwezenlijken. Ja, misschien is jouw droom iets heel geks, dat het helemaal niet haalbaar is. Maar soms is het gewoon haalbaar, maar dan moet je daar gewoon durven vragen, durven hulp te vragen. Zet die stap, ga vooruit. En de marathon, die is ook gelopen door de eerste stap te zetten. Dus ja, je moet gewoon blijven vooruitgaan. En jij kunt mensen daarbij helpen? Zeker. Wat ga je toevoegen aan de lokale politiek, aan de Helmondse gemeenteraad? Nou, wat ik ga toevoegen is dat ik gewoon sowieso eerlijk en oprecht ben. Ik spreek uit eigen ervaring. Dus als we het hebben over een armoedebestrijding, dan weet ik wat het is om in armoede te leven. Daarbij, ik ben ondernemer. Dus ik weet hoe moeilijk het is voor ondernemer om constant maar door te gaan en die facturen te blijven te betalen en gewoon je werk goed te blijven doen. Daarnaast weet ik wat het is om een alleenstaande moeder te zijn. En als dat nog niet genoeg is, dan ben ik gewoon hartstikke Helmonds en ben ik trots op onze stad. Ben ik trots op de cultuur die we hebben te bieden. En we hebben zoveel mogelijkheden die gewoon blijven liggen. Mensen trekken vaak om iets leuks te doen naar een Eindhoven, naar een Tilburg, weet ik veel. Terwijl wij zoveel moois hier hebben. Je komt uiteindelijk altijd weer terug, hè? Absoluut. Kijk naar jou. Ja. Ik heb een doosje met een aantal vragen daarin. Mm-hmm. Dus ga. Reageer er gewoon spontaan op. Als er te veel druk komt op de opvanglocaties, zoals in Ter Apel, hè, waar het helemaal vol zit, dan vind ik dat Helmond vooraan moet staan om mensen toegang te bieden tot een locatie hier in Helmond, of niet? Absoluut. Ja, want? Ja, want we zijn één. We moeten ons ook als één gedragen. Als er ergens ruimte is, dan moet je dat beschikbaar stellen. Is er geen ruimte, dan doe je samen in overleg dat verder verdelen. Ja. Absoluut. Goed. Heb je een hond? Nee. We schaffen de hondenbelasting af. Of niet? Dat is een hele lastige, denk ik, als je nog niet in de politiek zit.
Ja, maar weet je wat het is? Die hondenbelasting is voor een bepaald doel. Als ik heb gezien wat er is ook veranderd net als met de uitwerpselen van honden en dergelijke. Dat is gewoon een wezenlijk verschil. Ja, dat is veel minder bedoel je? Dat is veel minder. Ja. Hoe vaak heb ik wel niet in mijn jonge jeugd wel eens met een vieze schoen thuis gekomen? Ja, maar dus er wordt wel iets mee geregeld. Er worden van die afhaalbakken mee geregeld. Er worden plekken geregeld waar mensen gewoon op een normale manier hun hond kunnen uitlaten. Dus ja, afschaffen? Ik weet het niet. Hou het maar zorg er wel voor dat die voorzieningen in stand blijven. Precies. Ja. Een hek om Birkendonk en mensen gewoon laten betalen als ze daar willen zwemmen. Want ja, we kunnen als Helmond wel een mooi recreatieplas hebben. Maar er komen mensen uit Deurne zwemmen, uit de hele omgeving en maar een paar uit Helmond misschien. Dat is een lastige. Dat zijn de dilemma's, ja. Ja. Of niet? Ja, ik zou zeggen wel een wand eromheen, maar dat zou meer zijn vanwege de veiligheid. De veiligheid ook van onze kinderen, de veiligheid om te weten wie daar komt en wie daar niet komt. Het zou wel gratis moeten blijven. Ja, voor de mensen die het echt niet kunnen betalen en dat de enige plek is waar ze normaal toe zouden kunnen gaan, zeker. Maar dan heb je bijvoorbeeld te maken met bijvoorbeeld de minima's of zo of dergelijke. Daar heb ik dus een warm hart voor. Ik ben er zelf ook onderdeel van geweest. Dus ja, als die met hun kinderen willen gaan zwemmen en ze kunnen nergens anders gaan, ja, laat hun dan in ieder geval met een specifiek toegangsbewijs dan binnenkomen. Ja, maar voor de veiligheid, om er een entree bij te zetten, jawel. Yusra, ik wil best wethouder worden. Als het zo uitkomt, of niet? Zou je wel eens wethouder willen worden? Ik denk het wel. Ja? Je moest er lang over denken. Nou, weet je wat het is? Zoals ik net al aangaf, een marathon moet je ook de eerste stap voor zetten. Ja. Dus ik vind dat ik eerst nog wat meer kennis, want ik ben echt geen politiek mens. Oei. Je wil wel in de raad. Ja, zeker. Maar ik ben niet echt politiek gedreven. Politiek spelletjes spelen Nee. Ik ben heel oprecht en heel eerlijk. Ik ben wat ik ben en meer niet en ook niet minder. Maar ik wil wel mijn best doen om het te verbeteren en om het goed te doen. En ook om echt een maatschappelijke belang te dienen. Dus, en daar heb je gewoon meer kennis voor nodig. Ja. Dus ik zou zeggen van wethouder, ja, zou ik echt superleuk vinden. Maar misschien over 4 jaar, als ik iets meer kennis heb van hoe het systeem nou werkt en hoe we het moeten gebruiken op de juiste manier. Snap ik. Hebben we nog tijd voor een vraag? Ja, hebben we wel. Ik ben voor een vaccinatieplicht tegen corona. Nee. Je bent tegen? Ja. Waarom? Nou, ik vind dat iedereen er zelf over moet bepalen. Simpel. Ja. Ja. Dan heb ik er nog eentje. De gemeente moet bijlessen op scholen betalen. Om te voorkomen dat alleen kinderen van rijke ouders daarvan gebruik kunnen maken. Daar ben ik absoluut mee eens. Dat dacht ik al. Hè? Ja. Dat dacht ik al. Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod in onze stad. Nee. Dus jij gaat graag je vuurwerk afsteken? Nou, ik niet, maar heel veel mensen wel. Ja. En het is toch een beetje cultuur en een beetje gezelligheid. Maar dat ze het vuurwerk wel meer moeten legaliseren en veilig moeten maken, ja zeker. Ja. Ja. Dat die illegale dingen waar je bijna de muren van wil zien trillen. Uitgeblazen worden. Ja, dat hoeft niet. Nee. Ja. Je zegt de raad in, maar ja, je moet wel 2 zetels halen natuurlijk, want je staat nummer 2. Dat klopt. Gaat het lukken, denk je? Jawel. Jij komt erin. Ja. Wat is het eerste wat je gaat doen als je in de raad zit? Wat ga je veranderen? Nou, ik zou zeggen, het eerste wat ik ga doen is mensen bedanken dat ze de moeite hebben genomen om mij te stemmen. Ja. Maar daarna dan zou ik zeker het maatschappelijke belang, vooral de armoedebeleid en dergelijke, daar ligt ook mijn hart het meest, zou ik maar zeggen. Vandaar ook sociologie, sociale belang. Maar in principe zijn er meerdere dingen die aangepakt moeten worden in Helmond. Armoedebeleid staat ook. Ja. Laten we eerst voor zorgen dat iedereen mee kan doen. En dat we dan pas andere dingen aan gaan pakken. Goed. Yusra, ik wens jou heel, heel veel succes met de partij Denk voor het Eerst in Helmond erbij dit jaar. En nou, we zijn heel benieuwd naar de uitslag. Bedankt dat we hier op bezoek mochten komen. Dankjewel, jullie ook.